de Dovre Perta zitten twee prenten met molens op. Eén met watermolens en andere met windmolens. En dat wijst op het belang van energie, ook in die tijd. Je moet je voorstellen dat voor de ontwikkeling van de nieuwe modellen molens van de 16e eeuw, men het voor het grootste gedeelte moest doen met mankracht. Of paarden of ossen die wagens trokken of ploegen voortsleepten. Met het beschikbaar komen van de energie van de molens kon men ineens veel meer dingen gaan doen. Op industriële schaal, graanmalen, harnassen polijsten, metaal bewerken en andere processen aandrijven. Die windmolens en die watermolens zijn eigenlijk vormen van zonne-energie. Want wind is het resultaat van warme lucht die zich verplaatst. Ook water stroomt naar beneden omdat het ooit bovenop de berg uit de wolken is gevallen. En die zijn daar ook gekomen dankzij de zonne-energie. En we zien nu dat we diezelfde zonne-energie op andere manieren gaan gebruiken. We tonen een aantal draagbare zonnepanelen met een draagbare batterij erbij. En misschien nog belangrijker voor de toekomst, de nieuwste ontwikkeling die uit de Universiteit van Leuven komt, is het waterstofpaneel waar men met zonne-energie water splitst in waterstof en zuurstof. En die waterstof is een prachtige molecuul omdat die veel energie kan opslaan en kan gebruikt worden als brandstof. En je ziet dus dat wij nu onze energiebehoeften op andere manieren proberen in te vullen dankzij innovatieve nieuwe technieken die hopelijk duurzaam zijn en geen CO2 uitstoten. En dat het energieprobleem van alle tijden is.